Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Ultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, morgen kunnen jullie de vlog zien van de Efteling. Ik ga morgen naar de Efteling toe. En ja, ik ga samen met Joost ga ik. Ik ben alweer even een tijd geleden, ik denk ongeveer 2 maanden geleden, ben ik voor het laatst in de Efteling geweest. Toen was het echt verschrikkelijk druk. Ik hoop dat het nu wat minder druk is. Maar Joost die heeft een reservering gedaan. En morgen gaan we dus naar de Efteling. Dus ik ben reuze benieuwd. Kijken hoe het is. Is de drukte al wat minder? Als het goed is, zijn dan ook de regels wat aangescherpt vanwege de corona. Dus dan, zijn er wat soepelingen binnenkort? Is het helemaal versoepelingen, maar krijg je binnenkort met die QR-code krijg je dan dat je als je gevaccineerd bent, zoals ik, dat je dan je QR-code moet laten zien in restaurants en voor mij van die pretparkshows. Als er een show is in een pretpark, moet je je QR-code laten zien. Ik ben gevaccineerd, maar ik ben 100% tegen die QR-code. Ik vind het gewoon de grootste onzin die er is. Gewoon schandalig. Ze doen een beetje, het is gewoon een apartheid. Het is discriminatie, vind ik het. Ik ben het er echt helemaal totaal niet mee eens. En ik vind het maar een belachelijke regel van de overheid dat je die QR-code moet laten zien. Ik heb er geen problemen mee. Ik ben dus gevaccineerd, dus ik kan gewoon mijn QR-code laten zien en dan zien ze dat ik gevaccineerd ben en mag ik naar binnen. Maar ik vind het gewoon schandalig voor de mensen die niet gevaccineerd zijn. Volgens mij was in het hele begin nog eens een keertje zoiets dat er gezegd werd van ja, je moet je eigen laten vaccineren, maar nee, het is niet verplicht hoor. Je mag zelf de keuze maken. Nou, je ziet het inmiddels hoe het geweest is. Want ze drukken het er gewoon door, hè. En ze maken gewoon deel uit van apartheid. Dus schandalig gewoon. Echt, ik heb er geen goed woord voor over. Maar goed, in ieder geval even wat anders. We gaan gewoon lekker morgen naar de Efteling. Inmiddels is dus Musse Cannibaal afgebroken. Of nou ja, het huisje staat er nog wel, maar ze zijn met het dak bezig. Ik denk dat ik toch morgen wel ga filmen. Ik had nog een vlog gemaakt van nou, als Sirocco er is, dan ga ik dat niet filmen. Maar daar ben ik een beetje eigenlijk op teruggekomen. Ik denk dat ik toch ga filmen. En dan ga ik gewoon mijn mening geven over wat ik ervan vind. En als ik het niks vind, dan zal ik het gewoon eerlijk zeggen. Wat is er verder nog in de Efteling? Dat luchtkussen bij de nieuwe speelplaats Nest, die is kapot. Dus daar wil ik ook nog even naartoe. Daar wil ik ook nog even kijken hoe dat zit. En wat is er nog meer? Bij de Fata Morgana was verleden keer was de muur helemaal afgebladderd. Kijken of dat ze dat nu eindelijk gerepareerd hebben. En dat ze weer een paar dingen hebben gefixt. Want zoals jullie weten, de rookmachine is al een hele tijd stuk aan het einde van een van de laatste scènes. En we gaan even kijken of dat wat gemaakt is. En voor de rest, ik laat mij gewoon verrassen. We gaan het vanzelf wel zien. In ieder geval, jullie kunnen dus de volgende vlog morgen dus kijken naar de Efteling vlog. En die zal om 8 uur zal die starten. En dat is dus weer een première. Dus kom allemaal 8 uur even naar de première kijken. Zou ik echt ontzettend leuk vinden. Ik ben een beetje hees en ik praat een beetje moeilijk. Goed, mijn stem slaat een beetje over. Dus ik ga hem gauw weer neerleggen. In ieder geval morgen de Efteling vlog kijken dus. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Abonneer, druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En vergeet deze video en alle andere video's niet te liken met een dikke duim omhoog. Zo, mijn keel is echt. Ik had beter volgens mij even eerst wat kunnen drinken. Ik heb een hele heese stem. Heb ik. Maar goed.
Wat ik ook nog wou zeggen. Ik loop een beetje voor op de vlogs. Mijn excuses daarvoor. Ik heb een heleboel vlogs. Heb ik die nog op de planning staan. Ik loop ontzettend voor en ontzettend achter met uploaden. Dus nogmaals, mijn excuses daarvoor. De vlogs die ik al opgenomen heb. En die ik nog ga opnemen. Die komen allemaal wat later. Omdat er dus een hele... ik loop een beetje voor op de vlogs. Dus bijvoorbeeld bij kermissen zal het zo zijn. Dat de kermissen zijn waar ik al geweest ben. En die op het moment dat ze geüpload worden. Of dat ze in première komen. Er niet meer zijn. Mijn excuses daarvoor. Maar ik loop gewoon zo ontzettend voor in de vlogs. Dat het helaas even niet anders kan. Dus bij deze, groetjes van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.